want de auto is weer heel erg smerig. Speciaal voor jou. Context-driven content. Weet je nog van vroeger? Zo'n beetje iedereen die ging dan ook mobiele applicaties maken. Op basis van waar iemand was, kon je mooie content aanbieden. Alleen daar is nu heel weinig van over, merk ik. Bestaat er eigenlijk ook een soort van responsive content? Hè? Idealiter zou je dat natuurlijk willen. Het punt is alleen dat het zo ontzettend lastig is om te detecteren wat iemands intenties zijn. De aanname was altijd van mensen die een mobiele site bezoeken, die hebben of haast of ze zijn ergens naartoe. Die context die er toen verzonnen is, dat die eigenlijk helemaal niet klopt. Ze gebruiken hem vooral ook thuis. Het idee dat je aannames kan doen aan de hand van de locatie van iemand, ik denk dat dat inmiddels een achterhaald idee is. Wat wil je? Dat de eerste vraag is zodra je op mobiel gaat. Ik denk dat toptaken zeker anders kunnen worden. Zeker als je een frequente bezoeker bent van een site. Ja. Ik zat laatst over een pizza site na te denken. Van, dus wat je zou willen is, je komt op die site. Welkom terug meneer Van Gemert. Hetzelfde. Ja, zoals een goede buurtpizzeria ook zou zeggen. Ik hoorde trouwens dat PayPal, daar kon je een blokje op je iPhone of je Android zetten. Of het koptelefoongaatje. Het geluid wat de magneetstrip dan maakt. For real? Dat werkt op geluid? Net als vroeger met bandjes. Ja. Maar iedereen gaat over naar chip. Alleen voor in, mensen in Amerika of waar creditcards met magneetstrippen nog in omloop zijn. Dan rijd ik nu de afslag voorbij. Doe je heel goed. Dus als je de video ziet, ook van de samenvatting, ga ook even naar het artikel. Want er staat een hele bos met links ook van alles waar we het over hebben. Want ik ben heel erg eerlijk. Maar waaraan praten over formulieren? Jij hebt daar trouwens nog een praatje over gegeven. Vorige week heb ik daar een presentatie over gegeven. Wauw, eigenlijk zijn formulieren, dat is eigenlijk de ultieme vorm van content. Het is de meest complexe content, denk ik. Ja, zeker wel. Trouwens, ook als je kijkt naar belastingsformulieren. Er was op een gegeven moment in Amerika iets helemaal misgegaan met de stemformulieren. Waardoor mensen dus juist stemden waarop ze niet wilden stemmen. Een formulier wat bestaat uit twee delen. En eigenlijk, het enige wat daar nodig is, is een e-mailadres. Die teksteditor die wil niet dat je met PayPal betaalt, want dat kost veel geld. Ah. Dus marketeers willen zoveel mogelijk e-mail of invoervelden. Nou ja, hoewel, als je zoiets koopt, krijg je vaak elke week krijg je dan een e-mailbrief. Dus ik heb nu voor de Daily Nerd heb ik een nieuwsbrief. Daar kon ik gewoon zien wat individuen doen. Of ze op links klikken, hoeveel links. Ja, okay. Ik wil dat helemaal niet weten. Het gaat mij helemaal geen fuck aan wat jij doet met mijn e-mail. Ik snap daar niks van. Dus bij deze. Ja, inderdaad. Nu weet je het. Vorig weekend was ik bij Unlike Us. Wie is nu heel goed in het verzamelen van gegevens? Nou, Twitter. De volgende is Facebook. Want Facebook heeft over van die irritante knopjes zitten. In principe kunnen ze jouw gedrag over al die websites heen volgen. Ja. Sterker nog, doen ze ook. Dat die Google Analytics, dat die in principe kunnen zij iedereen volgen. Ze weten al het gedrag. Hi, ik wou de Polish Watch, alsjeblieft. Wat is er met de lak gebeurd? Ben ik met de scheurmachine opgestaan? Denk het, ja. Neutraal staat in zijn vrij. Niet meer aankomen. Google Analytics had altijd, kon ik aanvinken of ik mijn resultaten wilde delen. Ja. Nu hebben ze hun privacy overeenkomst hebben ze veranderd. Ja. Mogen ze mee doen wat ze willen. Stel je nou voor dat het een gegevens van je oma zijn. Ik wil haar wel een beetje beschermen. Nee, we moeten het hier hebben over user feedback. Oh ja. Dat was van Kiki, mijn dochtertje. Die vond het helemaal niks dat we vorige keer niet door de wasstraat waren gegaan. Draaier, kinderen, daar komt een draaier! En ik heb dus een Facebook-account. Dus blijkbaar wonen daar een heleboel kijkers. Binnen 3 dagen had ik zo'n beetje mijn hele vriendengroep van nu tot 4 jaar terug. Alleen mij vond je daar niet eigenlijk. Het was wel een fake Vasilis van Gemert. Nee. Ik ben dan wel nog nooit op Facebook geweest, maar Facebook weet gewoon alles van mij. Ja. Ik had het er laatst over dat ik mijn, of ik heb mijn Google-account heb ik gedelete. Ja. En ik blokkeer alle Google-scripts en cookies en weet ik wat. Waarom zou je dat doen? Waarom zou ik het überhaupt willen dat Google al mijn data verzamelt? Want alle gegevens die Google weet, die zijn direct beschikbaar aan de Amerikaanse overheid. Ja. Dat vind ik wel een probleem. Zou jij het prettig vinden als de servers van Google in Iran stonden? Zou je het dan geen probleem vinden? Ik zie die verzamelwoede, snap ik gewoon niet. Ik snap hem niet. Er is een organisatie die bepaalt de standaardafmetingen van banners. Maar wat zij nu hebben besloten is, die formaten zijn achterhaald. Grotere formaten. Maar hè? Onze reclames zijn niet irritant genoeg. Of nee, we hebben meer bandbreedte. Dus het is mogelijk om meer banner te laten zien. Meer
van wat we zouden moeten maken, bannerblokker hebt, die kunst laat zien. Dat je kan zeggen van, nee, dit vind ik lelijke kunst en wil ik niet. Deze weg kan stemmen. En dat je ze weg kan stemmen, dat je dan dus een bepaald soort kunst krijgt. En dat dus alle pagina's die je bezoekt, waar banners op staan, die worden ineens mooi. Serieus, ik begrijp. Dus ben je een nerd en zoek je nog een pet project, gerust, pak dit gerust. We hebben het domein hebben we al voor je. Dan zag je dus een enorme lap website en dan overgrote deel was banner en een heel klein regeltje. En dat was de daadwerkelijk de tekst. Dat Stephen Hay gebruikte dat als een voorbeeld van concentreren op content. Waarschijnlijk een minderheid zoals wij, elitaire contentmakers, die er last van heeft. Andere verdienmodellen, daar is het tijd voor, denk ik. Tot de volgende keer. Doei.